Dat lijkt een hele aparte combinatie, maar dat is het eigenlijk niet. Een dominee is uit zichzelf gewoon een mensenmens. Die is betrokken met mensen, maar mensen hebben ook altijd in huizen gewoond. Dat deden ze 500 jaar geleden ook al, en 700 jaar geleden, en 5 jaar geleden. En dit is een dominee die is ook heel betrokken bij de samenleving. En hij heeft een hart ook voor monumenten. En dat doet hij samen met anderen. Ook dat is ook weer samenwerken, verbinder zijn, want hij is voorzitter. En dat doet hij op een geweldige manier. Dus ik geniet van zijn voorzitterschap. Hij is betrokken bij ook de tijd van vandaag, want hij is nu aan het nadenken in deze periode over monumenten in een naoorlogse periode. We denken dus niet alleen aan 500 jaar geleden, nee, ook aan nu. En hij heeft ook een hart. En een van de dingen die hij heeft ingebracht, dat is natuurlijk de kerk aan de Stationslaan. En daar, ja, daar beslist hij natuurlijk niet alleen over. Nee, dat doen we echt samen en uiteindelijk beslist de gemeenteraad en niet de voorzitter Lex Boten. Lex, het gaat je goed in je nieuwe job. Ik denk dat dat ook een baan is die op je lijf geschreven is. Maar ik ben blij dat je ook in Harderwijk blijft en voorzitter van de Monumentencommissie. Heel veel succes. Ik ben Gerber Veen. Ik ben de president van de Lions Club in Harderwijk. Voor de mensen die de Lions Club niet kennen, dat is een internationale club met heel veel clubs over de hele wereld. En in Harderwijk zijn we een club van zo'n ongeveer 36 mannen. En Lex is daar lid vanaf 2005. Hij is een heel enthousiast lid. Hij is inmiddels opgegroeid tot het middelpunt van de club. Waar hij de laatste 2 jaar een hele belangrijke functie bekleedt als voorzitter van de programmacommissie. En als voorzitter van de programmacommissie is hij verantwoordelijk voor het maken van het sociale programma van de club. Maar ook zeg maar, dat hij elke maand een avond verzorgt waarbij we een thema bespreken. Dat kan een lezing zijn, maar dat kan ook een whiskyproeverij zijn, et cetera, et cetera. En dat verrijkt het leven. Wat er bijzonder is in de Lions Club is dat we niet mogen praten over politiek en over geloof. Dat is soms een hekel item. En voor Lex misschien wel extra lastig. Maar gelukkig mag je wel praten over spiritualiteit, want dat is zijn allergrootste hobby. En dat doet hij dan ook met verven. En als er een keer een programmaavond uitvalt, dan weet hij dat zelf nog in te vullen. Met een avond bijvoorbeeld over meditatie. En er zijn nogal wat mensen die dat moeilijk hebben weten te volgen. Ik moet zelf bekennen dat ik zelf ook die avond wel het lastig vond om alle punten die hij vertelde, om die te begrijpen. Maar het is in ieder geval een verrijking van de club. En ja, Lex, zoals jullie allemaal weten, is niet op zijn mondje gevallen. En weet veel te praten en veel te vertellen. En daarmee weet hij in ieder geval zeg maar, binnen de club een hele sterke band te geven. En wat belangrijk is binnen zo'n club, is dat er mensen zijn die contacten met alle leden onderhouden. Zeker ook de leden die het wat moeilijker hebben in bepaalde tijden. Bijvoorbeeld de tijd van ziekte. Of de ziekte in het gezin of met de vrouw. En dan staat Lex altijd vooraan om langs te gaan om eventjes een praatje te maken en de mensen weer op te beuren. En ook bij de club te houden. Dus dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Hey, 1 rondje is genoeg, hè? Ja. Lex is sport. Lex is een hele goede sport. In principe kan die, zou die heel goed kunnen lopen. Alleen ja, Lex is een beetje lui. Dus, en wat ik er ook vooral mee wil zeggen, hij is nogal een beetje gemakzuchtig. En hij is eigenlijk, het is eigenlijk een mooi weerlopen. En dat zal ik ook uitleggen, namelijk als het slecht weer is en het regent, dan zie je Lex niet. Dan blijft hij op bed liggen. Er is eigenlijk maar 1 manier om dat hij dan toch komt. Dan is er een van de dames, die belde dan op. En ja, ligt hij nog in bed. En dan belooft ze hem dat ze hem op komt halen. En dan komt hij. Dus eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wel heel jammer. Als Lex een wat andere mentaliteit had, dan zou hij veel beter lopen. Maakt hij goede tijden?
Op zich maakt hij goede tijden, zeker naar wat hij traint. Maar Lex zou veel meer kunnen, maar je vindt alvast dat belangrijk. En de volgende stap, en dat is toch wel een beetje een minpuntje van Lex. Anders zou hij ook veel meer kunnen presteren. Lex luistert zich. Dus als trainer, je denkt maar lopen misschien, dat is een beetje dom werk. Maar dat is dus niet zo. Je hebt voor een warming-up, dan heb je kerntraining, krijg je allerlei opdrachten. En dan luistert Lex helemaal niet goed naar. We hebben zelfs meegemaakt een opdracht dat we Lex helemaal kwijt waren. Dus Lex heeft vaak dat de trainingen volgen. Heel anders dan wij. Ja? Praat het goed? En ja, als laatste wil ik dan zelfs nog opmerken, heb ik zelfs tegen Lex ook gezegd. Lex, als dominee zijn, als er in de kerk net zo goed naar jou geluisterd wordt als jij naar mij luistert, dan is het niet best. Camera loopt. Goeiedag, ik ben Frits van Haaij, een videomaker in Harderwijk voor HK13 en voor buurtlink.nl. Hoe heb ik Lex Boot leren kennen? Via het medium Twitter. Daar kwam ik de fakkelvieringen tegen en de uitnodigingen. Mensen, kom de fakkelvieringen twitteren. Ik denk, nou, die staat. En ik ben ook een man van God, vrijgemaakt door het kruis heen. Ik denk, daar ga ik heen. En zo leerde ik Lex Boot kennen als een makkelijke man die de deuren wijd openzette van de kerk. Die de muren om liet vallen. En dat waardeer ik ook van hem. Die openheid. Lex, bedankt dat ik je heb leren kennen. Bedankt voor je inzet voor de nieuwe kerk Harderwijk. En bedankt voor de inzet in heel Harderwijk.